Hallo beauties, welkom terug bij mijn kanaal en het is weer tijd voor een make-up date. Ik neem weer een aantal nieuwtjes met jullie door, want er komt elke week heel veel make-up uit en daarvan maak ik dan een selectie van dingen die ik leuk of interessant vind. We beginnen dit keer weer met het maandelijkse BH Cosmetics Birthstone Palet, dus geboorte edelstenen. En de maand november is citrine, even een beetje aan de kant. Citrine dus. Nou, citrine is een gelige edelsteen, dus dat zien we hier ook. Je ziet het ook aan de swatches, overwegend warm geel. Er zit ook een gouden bij, zoals je ziet. En bij de layout van deze paletten, die elke maand dezelfde layout hebben, maar elke maand dus een andere edelsteen vertegenwoordigen, zal ik maar zeggen. Daarvan is dan het grootste pannetje steeds bedoeld als de kleur van de betreffende edelsteen. Dus ook hier, die grote gele, dat is dan bedoeld als citrine. Nou heb ik begrepen dat citrine in allerlei variaties voorkomt. Hè? Variërend van warm karamelbruinachtig tot meer de gelige kanten. Dus ja, het is al snel goed als je in dit kleurenspectrum blijft. Maar goed, dus dat is citrine. Ik ga deze persoonlijk niet bestellen, want hij is wel heel erg, vind ik, een beetje dubbel in zichzelf. Dus veel geel en ook veel bruin, die ook best wel op elkaar lijken. Ik vind sommige van hun andere edelsteenpaletten iets afwisselender in de samenstelling van de kleuren, meer dan deze. En ik vind deze eerlijk gezegd ook een klein beetje lijken op Tiger van Huda Beauty. Dat is deze. Ik heb daar een aparte video over gemaakt. Klik daarvoor bovenin bij de drie puntjes als je die video wilt zien. Die is natuurlijk niet precies hetzelfde, maar die is ook warm geel. En dan eigenlijk voor mij dan in ieder geval net wat mooiere tonen en ook wat meer variatie in dat palet. Dus als ik dan moet kiezen, zou ik voor die van Huda gaan. Het is wel zo dat die van Huda drie keer zo duur is, letterlijk. Want die is rond de 30 euro en deze citrine, die is altijd zo rond een tientje. Je koopt hem bij bhcosmetics.de, dat is in Duitsland. Of je koopt hem, ik dacht ook bij Beauty Bay, maar ik zit even te twijfelen. Want ik weet dat Beauty Bay wel BH Cosmetics heeft, maar ik weet eigenlijk niet of ze deze geboortesteenpaletjes ook hebben. Maar goed, daar zou je even naar kunnen kijken. Maar als ik ze zou kopen, zou ik ze gewoon in Duitsland zelf kopen. Vanaf een bepaald bedrag heb je ook gratis verzendkosten vanuit Duitsland. En dat is bij Beauty Bay niet zo, of in ieder geval niet altijd zo. Dus why not? Hè? Je kan zeggen, ik wacht het einde van het jaar even af, want de maand december komt er nog aan en dan hebben we alle paletjes in beeld. En dan kan je zeggen, nou, ik bestel er gewoon een paar of zo van die je leuk vindt. Dus dat even over die van BH Cosmetics. Dan een aantal nieuwe paletten van Kiko. Ik was redelijk kort geleden in onze plaatselijke Kiko winkel en daar trof ik al deze leuke paletjes aan. Het is wat overbelicht hier en daar, maar als mijn schaduw er overheen valt, dan zie je de kleurtjes die het eigenlijk zijn. En vooral die 9-pans paletjes vind ik erg leuk, maar die andere zijn ook mooi. Dus het is volgens mij een compleet nieuwe collectie met van alles en nog wat. Ik heb een paar van die 9-pans paletjes ook even zo geswatcht op mijn hand in de winkel. En ik vind ze wel heel verleidelijk. Het zag er wel goed uit, want ik heb soms bij Kiko zoiets van, ja, het is niet altijd even gepigmenteerd. Maar deze vond ik redelijk goed. Dus ik dacht, nou, misschien dat ik het wel doe. Ze zijn niet natuurlijk nu al in de aanbieding, maar je zou kunnen gokken misschien met Black Friday of even wachten tot na de kerst. Hè? Dan doen ze ook vaak dingen in de aanbieding als je zegt ik vind het nu te duur. Ik zal de prijzen even hieronder zetten, want ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Het is niet heel duur, maar goed, hè? Het kan altijd goedkoper, denk ik altijd maar. Maar dat, ja, daar liep ik dan zomaar tegenaan, dus ik dacht het is ook leuk om even te betrekken in deze video. Ze spreken mij dus aan. Leuk. Tammy Tanuka, oftewel Sigil Inspired, het Russische merk. Kijk ook naar mijn aparte video over die Russische oogschaduw die ik echt fantastisch vind. Die komt ook uit met verschillende dingen. Ik wilde daarvan twee uitlichten. Zij verkopen veel losse pigmenten. Dat kun je ook in die video zien die ik hier heb gelinkt. Maar af en toe komen ze ook uit met een echt palet. Dus dan hoef je niet zelf te frutten met losse pigment of zo als je dat niet fijn vindt. Ik vind het zelf overigens best wel fijn, die losse pigmenten, want je hebt eigenlijk altijd, hoe zeg je dat, je kwast kan het natuurlijk altijd heel goed oppakken. Je hebt nooit hard pan of allemaal dat soort gezeur, dus eerlijk gezegd vind ik het best lekker, die losse pigment. Maar goed, ze komen dus af en toe ook uit met paletten. Ik heb een van de vorige make-up dates al deze beetje groen-blauw-moerasachtige laten zien die ik zo mooi vond, hè? Die langwerpige.
En ze komen nu weer met zo'n langwerpige uit. Dat is deze, dat is de Coronation. Ja, prachtig weer. Vind ik echt ook weer heel erg mooi. Een beetje zachte, pastelachtige multichromes. Tammy Tanuka doet heel veel multichromes. Er is weinig niet multichrome of in ieder geval duochroom. He, dus dat er zo'n kleuren shift op zit. Als je dan zo je hand bijvoorbeeld of je ogen zo beweegt, dan zie je zo'n kleurverschil. Dus je ziet aan de swatches ook, het zijn hele romantische, zachte kleuren. De marketingfoto's laten dat ook wat zien. Dus ook zo'n dame in zo'n heel mooi romantische, met kanten, ja, bijna sissy jurk, zeg maar. Sissy van de keizerin bedoel ik dan. Hè? Ja, en ze hebben hier ook wat vingerswatches, dus dat je zo op de vingers het pigment laat zien. Ja, het zijn zachte kleuren, dus daar moet je van zijn. Maar ik weet dat daar heel veel mensen erg van houden. En ik moet zeggen, ik vind dat ook leuk. Ik heb nu ook zachte kleuren op en er zit ook een kleine kleurenshift op. Dus ik heb zo ook van die buien, dat je wat meer daarvan bent en niet altijd super felle kleuren. Dus ik vind het een heel mooi palet. Ga ik het dan kopen? Ik denk het niet als palet, maar dat komt ook omdat ik al veel pigmenten van hun heb. En ik heb ook veel losse singles. Dus ik moet echt even kijken of ik dit niet al een soort van heb in mijn collectie. Want ik dacht, maar dat weet ik eigenlijk niet eens zeker, ik dacht dat je deze pannetjes van hun er ook uit kan wippen. En als dat zo is, dan is het dus eigenlijk een soort van collectietje singles, zal ik maar zeggen. Die je dus zelf dan ook weer in een andere combinatie kan doen. Dus ik moet even kijken of het de moeite waard voor mij is om dit hele palet te kopen. Want ik geloof dat dat toch ook wel weer rond de 30 euro of zo is. Ik zal het even weer eronder zetten, de prijs. Plus verzending. Of dat ik dan beter één of twee losse schaduwen kan doen. Ik heb dat met die donkergroene die ik net noemde ook gedaan. Daar heb ik ook één of twee losse schaduwtjes van gekocht. En dan denk ik dat ik zelf de rest er wel bij kan vinden. Ik moet dat nog doen hoor. Dus ik moet dat nog even uitproberen. Maar ik denk dat dat wel gaat lukken. Maar ja, ik kan het wel aanbevelen. Want als je nog niks van Tammy Tanuka hebt. Het is wel goede oogschaduw vind ik zelf. En ik vind het wel leuk dat het echt allemaal duochroom en multichroom is. Het kleurenbeeld doet me ook een beetje denken aan, en daar hebben we meer, de Urban Decay Naked Cyber. Waar ik in eerste instantie super enthousiast over was, puur van de marketingfoto's. Als jullie je nog herinneren van een aantal make-up dates geleden en dat kwam zo een paar keer terug. En toen had ik het geswatcht in de winkel en ik heb daar trouwens inmiddels betere swatches van, dus die laat ik je dan ook even zien. Dit zijn dus de Urban Decay Naked swatches die ik in de winkel even zo, althans de shimmers, op mijn hand heb geswatcht en buiten op straat toen heb gefilmd bij daglicht. Ik vind het een beetje tegenvallen, heel erg subtiel. En als ik dan kijk naar de foto's dus van deze, die zijn ook wel zacht, maar ja, wel voller denk ik. Dus ik denk dan zelf dat ik liever, als ze dan toch 40, 50 euro zou willen uitgeven, want dat kost Urban Decay Naked. Dan zou ik denk ik eerder deze van Tammy Tanuka kopen. Want die komt alles bij elkaar misschien dan ook ongeveer op dat bedrag uit. Dan heb je wel iets minder schaduwen, maar wel mooiere schaduwen. Hè? Er zitten zo te zien trouwens geen matten in. Dus volgens mij is dit dan zo'n companion palet. Hè? Dus dat je daar dan één of twee matten uit je eigen collectie even bij moet zoeken. Maar ik vind dat dus niet zo erg. Want ik heb liever eigenlijk een paar mooie shimmers extra dan weer een matte. Dus ja, dus dat is de eerste van Tammy Tanuka die ik je wilde laten zien. En dit is de tweede, dat is een zespans palet van hen. En dat heet de Languid Chestnut Toad palet. Languid is een beetje lui en chestnut is kastanje en toad is pad. Dus de luie kastanjepad. Ik weet het niet, het doet er ook niet zoveel toe. Het is een heel mooi, beetje bosachtige kleuren vind ik. Met warme, diepe bijna kastanjebruin, ja niet bijna, maar ja, een soort van kastanjebruin zit er wel in als basis. En dan een paar mooie mos en donkergroene. En hier zit dan wel verschillende texturen in, zowel mat als ook shimmer en metallic. Er zit een mooie highlight in, dus dat kan je dan hier in de ooghoeken doen. En je kan het ook hier als je wil onder de wenkbrauwen nog doen als highlight. Ja, heel mooi uitgebalanceerd palet vind ik dit. En ook hier ga ik even kijken van, heb ik het niet eigenlijk stiekem al, hè, als ik goed kijk in mijn collectie. Maar ik vind deze wel heel verleidelijk. Wat hier leuk aan is, of extra leuk aan is, hij komt in twee formaten. Die grotere die je hier op de foto ziet, dat is eigenlijk het normale formaat. Dus zo rond de 2,5 centimeter voor een pannetje doorsnee. En die andere is echt piepklein. Dan heb je geloof ik over 1 of 1,5 centimeter doorsnee. Dus dat is echt zo. Heel schattig.
Dat vind ik wel een uitkomst. Ten eerste is het natuurlijk goedkoper. En ten tweede neemt het niet zoveel plek in beslag. Dus het is makkelijk mee te nemen. En ten derde, als je de formule gewoon de formulering wil uitproberen, is natuurlijk zo'n klein paletje wel heel erg ideaal. Dan betaal je niet gelijk de volle map. Plus, je blijft ook niet met hele grote hoeveelheden oogschaduw zitten, zeg maar. Stel dat je het niet zo vaak gebruikt. Dus ik vind dat erg leuk dat ze dat doen. En deze pannetjes kun je bij hun ook allemaal los bestellen. Dus ook hier, als ik zou zeggen van nou, ik heb er bijvoorbeeld eigenlijk al 3, ik noem maar wat, die er in de buurt komen. En ik wil eigenlijk alleen maar 1 of 2 hele bijzondere. Dan ga ik naar de website en nogmaals klik op het linkje hierboven. Want daar leg ik die hele website uit. Want het is natuurlijk een Russische website, maar ik heb al heel veel besteld jongens. Dus als ik het kan, dan kunnen jullie dat ook. Want ik spreek geen woord Russisch. En toch lukt dat, want ze hebben ook veel in het Engels en zo. Dus dat komt allemaal goed. En dan kun je dus de pannetjes uit dit palet ook als losse pannetjes bestellen. Dus dat vind ik ook ideaal. Hè? Als ik nou zeg van, nou ik zeg al, ik vind hier bijvoorbeeld 2 kleuren heel bijzonder van. Dan bestel ik alleen die 2 kleurtjes. Hoef ik niet het hele palet te doen. Dus hey, perfect. Dus ik zal Tammy Tanuka met enige regelmaat blijven noemen ook in de make-up dates. Want je hoort er niet zoveel over. In ieder geval zeker niet in Nederland, in het Nederlands. Dus ik wil jullie dat niet onthouden, want ik vind dat zelf echt leuk. Een leuk merk dit. Dit is een palet dat ik op Instagram ontdekte. Het is van volgens mij een Belgisch merk of misschien een Frans merk. Maar als het een Belgisch merk, ik dacht Belgisch dat ik dat iemand hoorde zeggen. En dan Waals, dus het is wel in het Frans. Dit merk is Martine Cosmetics. En ja, dit palet vind ik wel heel bijzonder. Het is echt wel, deze kleurcombinatie zie je niet veel. Ik ken natuurlijk hun formulering niet, hè? Geen idee. Maar het ziet er wel heel netjes en chic uit. Het doet me heel erg denken, eerlijk gezegd, qua vormgeving aan Jeffree Star. Het moet toch gezegd worden, niet alleen de pannetjes die zo vierkant zijn met embossing erop. Hè, dus zo'n reliefje met allerlei dingen, want dat doet Jeffree Star ook altijd. Maar ook wel gewoon dat doosje. Want laten we wel wezen, hier even wat voorbeelden van Jeffree Star kistjes, zal ik maar zeggen. Oh, schaduwkistjes. Ja, dat zien we hier natuurlijk ook met Martine Cosmetics. Dus ik vind het niet helemaal origineel qua vormgeving. Aan de andere kant, ja, een kistje is een kistje. En ze heeft wel haar eigen kleurverhalen heel duidelijk. Dus dat is dan weer wel origineel. Maar ik vind eerlijk gezegd, ook als ik naar het marketingfilmpje kijk, doet me ook een beetje aan Jeffrey denken in de zin van ook heel apart en met je gekke schmink en ja. Dus ik vermoed dat ze hem leuk vindt, of misschien zelfs wel kent, weet ik veel. Doet er ook niet zoveel toe. Ik vind het een heel mooi doosje. De kleurencombinatie vind ik heel erg mooi. Er komen ook eyeliners bij en lipsticks volgens mij. En dit is haar, ja dat zijn matte lipsticks. En dit is haar 669 collectie. Ik denk dus CC9. Of dat je echt in het Frans ook zegt 669. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe je dat uitspreekt. Maar dat kan natuurlijk ook nog. Dat het zo uitgesproken moet worden. Doet er ook weer niet zoveel toe, hè jongens. En dit zijn dan de swatches. Ja, heel erg mooi. Ik weet niet of ik dat heel makkelijk kan bestellen in België. Dan moet ik nog eens even achteraan. Ik weet niet of ik dat wil. Want los van dat ik dit hele mooie swatches vind, als ik kritisch ben, voor mezelf dan kritisch, niet zozeer kritisch op het palet, maar eigenlijk kritisch naar mezelf toe als koper en als verzamelaar, die ook tegen zichzelf wil zeggen, koop nou niet alles. Dan moet ik zeggen, als ik dus naar alle kleuren afzonderlijk kijk, dan hoef ik natuurlijk de matte kleuren eigenlijk niet te hebben, want die heb ik eigenlijk al, als ik eerlijk ben. Dat is toch, zijn allemaal variaties van zwart, donkerbruin, grijs. Ja, dat heb ik eerlijk gezegd natuurlijk al, ook van goede merken wel. En ook van merken waar ik de pannetjes uit kan halen. Dus ik zou dit palet alleen al op die matten na kunnen bouwen. En als ik naar de shimmers kijk, nou er zitten een aantal gewone metallics tussen, zo te zien, hè, voor zover ik dat dan kan zien. En met gewoon bedoel ik monochroom, dus geen duochroom of multichroom of zo. Dat zal wel een mooie glans hebben hoor. Maar goed, gewone glans heb ik natuurlijk ook al. Dus dan blijven eigenlijk over de duochrooms. En zo te zien zijn dat er 3. Je hebt op de rechterarm, daar in het midden een beetje die lavendelblauwe-achtige. Dus dat lijkt me minstens een duochroom. En misschien wel een multichroom als je echt je arm beweegt. En dan die ene laatste op diezelfde arm is volgens mij een beetje oranje-roze-goudachtig. Ook dus een duochroom of een multichroom. En dan op die linkerarm ook de schaduw in het midden.
kan ik niet zo goed zien of dat nou echt een gewone gouden metallic is. Of dat daar toch ook nog wel een duochroom roze-achtige glans op zit. Dus dat, het zou dus 2 of 3 kunnen zijn. Ja, ze zegt zelf duochroom, geen multichroom. Ze zegt alleen niet hoeveel het er zijn. En ze zegt ook dat er nog schaduwen zijn met een beetje een crème-achtige textuur. Dus ze heeft wel verschillende texturen door het hele palet. Ja, het maakt me wel nieuwsgierig ook naar de formulering. Dus misschien iets voor volgend jaar of zo. Ik denk dat ik dit jaar misschien nog een beetje rustig aandoe, zeg ik nu, hè. Maar goed, je weet niet, misschien komt ze met Black Friday nog met een mooie aanbieding of zo, dat ik toch voor de bijl ga. Maar ik dacht, ik noem hem wel, want ik had er nog nooit van gehoord en ik vind het een heel mooi palet. We hebben net een heleboel herfst- en Halloween-collecties achter de rug. En de merken zijn al lang weer bezig, ook met de kerstcollecties en feestdagencollecties. Dit is er eentje van. Dit is van Sigma. Sigma is heel erg bekend om hun penselen. Daar zijn ze vooral onbekend geworden, maar inmiddels de afgelopen paar jaar komen ze ook steeds vaker uit met oogschaduwpaletten. Meestal een beetje à la Anastasia Beverly Hills met die 14 pans langwerpige paletten. Maar dit keer hebben ze ook een kleiner 6 pans palet uitgebracht. Dus ook zo'n langwerpige, maar dan eigenlijk met maar 1 rijtje schaduwen. En daarbij ook nog een 9 pans palet. Dat 9 pans palet vind ik niet super bijzonder, want ze hebben al eerder een aantal 9 pans paletten uitgebracht, eerder dit jaar. En die lijken hier heel erg op, vind ik. Dus ik zou niet weten, als je die bijvoorbeeld al hebt, waarom je dit dan nog zou moeten willen. Maar die andere vind ik wel heel interessant. Ik vind dat diep aubergine bruinachtige, vind ik, spreekt me wel aan. En dan die combinatie die ze hebben gemaakt, waarmee je of heel glam, donker, smoky kan gaan, met een beetje een paarse ondertoon. Of juist ook heel naturel overdag. Dat zit er ook in. En dat vind ik wel goed uitgebalanceerd voor zo'n klein 6 pans palet. En wat ik ook geinig vind is dat ze het langwerpig hebben gedaan. Want de meeste 6 pans paletten zijn 3 om 3. Hè? Dus dan met meestal rond ook. Een beetje standaard 6 pans formaat. En dit vind ik wel apart. Het ziet er ook heel chic uit. En volgens mij is het ook best groot in de zin van, hè, het is niet zo'n heel piepklein paletje of zo. Het is best een flink palet. Dus het is wel waar voor je geld. Hij is al te koop en hij is hier en daar zelfs in de aanbieding. Ik dacht dat ik van de week bij Beauty Bay een aanbieding zag. Maar ik verwacht zelf ook wel tegen de tijd van Black Friday dat hij ook wel weer in de aanbieding zal zijn. Je kan hem natuurlijk ook bij Sigma de eigen website kopen. Maar dan betaal je wel niet alleen verzendkosten, maar ook inklaring, BTW, de hele rattenplan. Want zij zijn niet zoals bijvoorbeeld Anastasia Beverly Hills die dat allemaal voor jou regelt. En Pat McGrath die dat ook allemaal voor jou regelt. Waardoor je helemaal geen extra kosten hebt. Sigma doet dat allemaal niet. Dus je betaalt dan best een flinke prijs. Plus daarbovenop nog BTW en ook inklaring. Dus ja, dan moet je wel even goed uitrekenen voordat je het daar koopt. Je kan het wel doen omdat ze sommige paletten alleen op de eigen website of alleen in Amerika uitbrengen. Zoals hun Cinderella palet, wat ik laatst noemde in een van mijn vorige make-up dates, die ik zo ontzettend mooi vind. Ik heb hem niet gekocht, want hij kost op hun eigen website $50. En daar komt dus toch btw-inklaring verzendkosten bij. Ja, dan ben ik zo 75, 80 euro kwijt. Ja, ik vind hem heel mooi, maar ook weer niet zo mooi. Dus dat ga ik niet doen. Dus tenzij ze nog met Black Friday met een hele grote aanbieding komen. Maar ik denk eigenlijk van niet, want deze Cinderella was heel snel uitverkocht. Dit is al de tweede editie, zal ik maar zeggen. Tweede druk. Dus hij is zo populair. Ik hoop eigenlijk dat hij nog een keer naar Beauty Bay komt of zo. Dat we hem gewoon hier in Europa ook kunnen bestellen. Dit is de nieuw verwachte collectie van MAC. En dit is hun Lunar New Year collectie. Dus eigenlijk het Chinese nieuwe jaar, wat ze daarmee dan willen vieren. Vandaar denk ik ook dat rood en goud wat ze erin hebben zitten. Volgens mij hebben ze dat wel vaker gedaan voor Chinees nieuw jaar. De verpakking ziet er natuurlijk heel erg mooi uit. Beetje Aziatisch thema. De kleuren vind ik, ja, ze zijn mooi. Maar persoonlijk, ja, die heb ik ook al 1000 keer. En om daar nou weer een duur MAC palet voor te kopen, dat zou ik niet doen. Ik vond dan hun herfstcollectie mooier. Deze, hè, dat hele mooie doosje. Die heb ik trouwens ook niet gekocht. Maar als ik dan iets zou kopen, zou ik eerder die kopen. Want vind ik dan toch bijzonderder dan deze. Maar goed, als je zegt ik vind hem leuk, ja, dan weet je dat hij eraan komt. Hij wordt verwacht tussen 22 december en 22 januari. Dus dat is echt wel rond kerst en oud en nieuw dat hij dan uitkomt. Maar dan weet je het vast. Kan je het in de gaten houden? Ook met een feestdagencollectie komt Melt Cosmetics. Zo te zien zit er van alles bij, hè? Dus oogschaduw, eyeliners,
penselen. Ik denk ook een gezichtspalet. Dus met blusher, bronzer, contour. Want ik zie nog zo'n zespans ding. En ik denk niet dat dat ook schaduw is. De collectie heet Amor y Mariposas. Dus liefde en vlinders. Je ziet ook de vlinder op de verpakking terugkomen. En ook een hartje van liefde. Je ziet het natuurlijk in de kleurstelling met al dat rood. Ik vind het wel apart dat ze dat met de feestdagen doen. Althans, rood op zich niet. Want hè, kerst is natuurlijk ook vaak rood en groen. Dus je ziet het eigenlijk wel in het oogschaduwpalet. Is best wel kerstkleuren. Maar waarom ze het dan liefde en vlinders noemen is mij niet helemaal duidelijk. Want dat lijkt me dan meer een naam voor een Valentijnscollectie of zo. Maar goed, hè, laten we niet zeuren over details. Ik ken zelf de formulering niet van Melt. Het is wel een bekend merk. Ze hebben best wel heel veel paletten al uitgebracht. En de reviews wisselen altijd. Dus het ene palet schijnt dan heel goed te zijn. Daar zijn dan al de reviewers het over eens. Kwalitatief, hè, bedoel ik dan. En ze hebben ook een aantal paletten ertussen zitten. Dat iedereen zegt, slechte kwaliteit. Of het valt uit elkaar. Of weet je, is het poeder. En daar zijn ze het dan ook allemaal over eens met elkaar, die reviewers. Dus het is nogal wisselend van consistentie, die kwaliteit. Dus daarom zou ik het persoonlijk nu niet aandurven, omdat ik hun dus helemaal niet ken als formulering. Maar misschien heb jij er wel ervaring mee en zeg je, nou, ik schat in dat het wel goed is. Maar als ik jullie was, zou ik ook even op de reviews wachten, ook weer van deze collectie. Los even van het kleurverhaal, want het kleurverhaal, ja, het is een beetje een bont palet. Hè? Rood, geel, of ja, geel, ja, zit één gele bij. En een beetje een koper-oranje-achtige, rood, bruin, paars. Ja, het is een soort warm, diep palet. Dus ik denk in die zin wel geschikt voor de feestdagen. Als je je tenminste echt in kerstkleuren wilt opmaken. Want dat is natuurlijk ook nog maar weer de vraag. Het past natuurlijk altijd bij je mooie zwarte cocktailjurkje. Want daar kan je alle kleuren bij dragen. Het is wel een hele bonte look die je ermee krijgt. Je kunt wel neutraal zijn. Er zitten ook wat lichtere tinten tussen en goud. Maar ik denk altijd, ja, als je toch van plan bent om je neutraal op te maken bij de feestdagen, dan hoef je natuurlijk niet dit palet te gaan kopen. Koop dan een heel mooi, van mijn part heel duur, feestdagen neutraal palet. Want die zijn er natuurlijk ook heel veel. Dan zou ik niet deze kopen. Dus ik denk dat deze echt wel bedoeld is. Tenminste, zo zou ik het doen. Om echt flink in de kleur te gaan zitten. Maar ja, voor mij is hij dan, hij spreekt mij niet zo aan qua kleurcombinatie te, ja, ik weet niet, ik denk dat ik dat geel-goud dan niet zo leuk vind of zo. Maar ja, dat is natuurlijk puur persoonlijk, hè. Dus dat is Melt. Ja, en dan de uitsmijter, last but zeker not least, Huda Beauty is ook uitgekomen met haar feestdagenpalet. Volgens mij is die zelfs al te koop op dit moment, of anders heel erg binnenkort. En hij heet de Rose Quartz. Ja, een typisch Huda feestdagenpalet qua layout. Hè. Ze doet elk jaar met de feestdagen zo'n groot palet. En de rest van het jaar doet ze vaak die kleinere 9-pans paletjes, die Obsession series die ze altijd doet. En met de feestdagen komt ze dan met zo'n 18-pans palet uit. Dus ook dit jaar weer. Ik vind ook als ik naar de swatches kijk, in ieder geval deze swatches zijn heel erg mooi. Hè? Dus het ziet er mooi vol uit. Maar wel hele coole kleuren. Dus je moet wel, ja, persoonlijk, want ik heb wel een cool huidtype. Maar ik zie mezelf ook als wat ze dan in ouderwetse termen een wintertype noemen. Dus dan moet je hoge contrasten eigenlijk hebben. Niet te dicht bij je huidkleur liefst. Hè? Dus ik zou dit meer een zomertype, dus qua huidtype dan, palet noemen. Of in iets modernere kleurtheorie termen, ik zou mezelf noemen een, in het Engels dan, een bright, cool en deep. Dus helder of fel, cool en diep. Dus diepe kleuren, donker. Dus die combinatie hoort bij mij. En dit palet van Huda vind ik veel meer eigenlijk een zacht, cool en licht. Dus op twee van de drie wijkt het dan af van mijn type. Dus ik ga dit niet kopen. Hoe mooi ik het ook vind. Maar dit vind ik echt dus horen bij iemand die zacht, koel en licht is. Ik heb een vriendin bijvoorbeeld die in die categorie valt. Die zou dat heel mooi staan. Ben ik van overtuigd. En als je daar meer over wil weten, dan kan ik daar ook wel een keer een video over maken. Dat is misschien ook wel een keer leuk om wat meer op die kleurtype theorie in te gaan. En dan, hè, niet alleen zomer, winter, herfst, lente. Want ik zeg al, dat is wat, ik wil niet zeggen ouderwets, maar wat traditioneel. Dus, hè, intussen hebben ze al 16 kleurtypes in plaats van 4, dus dat is iets genuanceerder. En als je daarop let, ook bij het kopen van kleding en met make-up en zo, dan ja, dat helpt wel. Dus daardoor weet ik dat ik dit palet, ik zeg al hoe mooi ik het eigenlijk ook vind, niet, beter niet kan kopen.
Want dat gaat waarschijnlijk wegvallen op mijn huid of het gaat iets niet doen met mij. Hè. Misschien zie je het wel, maar denk je misschien, goh, is ze ziek of zo? Of voelt ze zich niet lekker vandaag? Dat soort opmerkingen heb ik wel eens gehad. En dat is meestal als ik dus kleuren gebruik die niet goed genoeg bij mijn type passen. Dus al jullie zachte, koele, lichte types, oftewel ook wel zomertypes, leef je uit met dit palet, zou ik zeggen. Alle andere mensen kunnen hem beter overslaan. Nou, tot zover weer, jongens. Zoals gezegd, er komt nog veel meer uit en er is ook veel meer uitgekomen. Dus heb niet de illusie dat ik compleet ben of kan zijn. Dat kan niemand. Wat ik wel nog zal doen als tussen nu dat ik dit opneem en dat ik het edit en op YouTube zet, als er dan nog hele belangrijke ontwikkelingen zijn. En belangrijk moet je dan nemen als wat ik belangrijk vind. Of wat groot nieuws is in de make-up wereld. Dan zal ik dat nu ergens naast mij of onder mij nog in beeld brengen. En als je hier dus niks ziet, dan heb ik blijkbaar of niks gezien of ik vond er niks aan. En anders zie ik jullie de volgende keer weer. Vergeet niet op het duimpje omhoog te drukken als je dit weer een gezellige video vond. En laat ook vooral een reactie achter. Heb je dingen gemist of zou je het liever anders zien? Of meer dingen willen zien of andere merken willen horen? Laat me dat dan weten en dan zie ik je graag de volgende keer weer. Doei!